Een heel moeilijke overwinning vandaag. Hè. Dus we hebben tegen een goede ploeg gespeeld. Met, die hen toch versterkt heeft met 3-4 spelers, ervaren spelers. En ja, we hebben het 90 minuten heel moeilijk gehad. We willen altijd vooruit voetbal, we willen altijd pressing. Maar soms is dat niet mogelijk. En ook misschien door de tegenstander, die ook wel heel sterk was vandaag. En dan moeten we meer achteruit. En, ja, maar daar zijn we ook heel sterk in. Hè. Als we dan met de snelheid van Najjar, Suarez die er dan ingekomen is, we hebben ook heel veel snelheid. Dus voilà. Onze taak is om de nul te houden. En dan weet je dat een halve kans genoeg kan zijn met Mitrovic en Suarez. En dat is nog maar eens gebleken. Vorig jaar hadden we die wedstrijd misschien verloren. Maar we hebben de juiste mentaliteit blijven tonen. En dat is het belangrijkste in het voetbal.